starten. Dan is YouTube er ook weer bij. Hoi YouTube. Ik ben moe. Hou het aan maar op. Pokémon Go wou niet meewerken. Wou er een video van maken. Dat is dit weekend niet gelukt. Het is de livestream van 17 juli. Bla bla bla. Hi! Oi. Volgens mij stonden we op het punt om... richting... hoe heet het ook alweer? Nee, we moesten nou richting de elektrische dinges. En dan krijgen we daar dadelijk een probleempje. En dan moeten we naar de Pokémon Gym van Misty. Alleen Misty is niet aanwezig. En dan moeten we daar dat ding vinden. En dan moeten we terug naar de Power Plant. En dan is het van, hé, dat ding is gevonden. Nu hebben we weer stroom. Yay! En dan moeten we terug naar waar dat Bill zich eigenlijk bevindt. Daar staat Misty. Misty wordt boos op ons. Stefan, wacht heel even. Ja. Spoilers! Oh ja. Spoilers! Yeah. Hallo, Triangle Man. Hi. Nou zou ik nog heel eventjes in het kort voor de YouTubers eventjes vertellen waarom dat ik dus zo afgebrand ben. Pokémon Go is uit. Het idee was om dus een leuke video weer te maken omdat Pokémon Go nou uit is op de App Store. Dus daar wou ik dan tips en tricks bij geven. Laten zien hoeveel Pokéstops. Dat is echt abnormaal hoeveel dat er wel niet in het centrum van een bos te vinden zijn. Wat voor item hadden we nou? Ik heb het niet gezien. Jongens, jullie kunnen het nog zien. Jullie hebben vertraging. Zeg het. Wat? Item! Ik heb niet gezien welke item het was. Snijkies. Oeps. Oh, een eater. Oké, dankjewel. Nee, maar goed. Pokémon Go wouden we daar dus een hele leuke video van maken. Maar ja, op het moment gisteren, zaterdag, toen wij dus... We waren in de stad, service klapte eruit, vandaag precies hetzelfde. We hebben in totaal meer dan 30 kilometer gelopen en we hebben niks, maar dan ook niks kunnen filmen omdat constant de service eruit lagen. Dus dat was heel erg teleurstellend. Nou blijkt het door een aanval te zijn geweest, een DDoS'er of hoe dat dan ook heet, heel erg zonde. Maar ja, daardoor hebben wij dus niet beeldmateriaal dit weekend kunnen pakken. Dus misschien dat ik het een keertje thuis doe, misschien dat ik het ergens op een andere locatie neerdoe. Ik heb geen zin meer om in ieder geval naar Den Bosch toe te gaan. Dus... Misschien een keertje dan de Drunense Duin of zo, echt een bosgebied. Dat is ook hartstikke leuk. Of misschien weer een keertje bij Mume ergens in de buurt. Of dat we bij Friesland daar de boel onveilig gaan maken. Er zijn genoeg gebieden waar we naartoe kunnen. Maar voorlopig zit er dus nog geen video in. Omdat dit weekend was de enige keer dat ik eigenlijk echt tijd voor had. En ja, we hebben niet geluk gehad. Jammer. Vanaf mij vandaan is het ook nog best wel te doen om naar je... Amsterdam toe te gaan. En daar zal het dan ook extreem zijn met de pokerstops en dergelijke. Wat jammer. Maar Zeep, ik zit in team geel, speciaal voor jou, anders was het team blauw. Ah, dat vind ik lief. Nou, heel veel die vragen mij dus van, ja, wat is nou eigenlijk het team wat ik zou moeten kiezen? En ik zeg eigenlijk zo van, wat jouw lievelings-Pokémon type is, of jouw lievelingskleur als rood, blauw of geel jouw lievelingskleur zou zijn. Ik heb het gebaseerd op mijn evoluties. In generatie 1 had je maar 3 evoluties. En dat was Jolteon, Vaporeon en Flareon. En van die 3 was Jolteon mijn favoriet. Nou, Jolteon is de stroop-Pokémon, dus automatisch team geel. Vaporeon zou dan blauw zijn geweest en Flareon zou dan rood zijn geweest. Nou, je kan het op zoveel manieren baseren. Ik weet bijvoorbeeld ook dat mensen het baseren op... Nou ja, degene die Pokémon rood, blauw of geel hebben gehad... Welke Pokémon ze als eerste gespeeld hebben. Robin, we gaan ze niet betrayen noemen, kom op. Nee. We muten je weer, hoor. Dude, ik ben ook kapot, alsjeblieft niet. Dan bied jij nu je excuses. Voor wat? Voor te zeggen betrayer. Oh, wie zei, oké. Try op, ja, try op het moment, spijt me dat je een betrayer doet, hè. Goed zo. En nou op je knietjes en smeek om vergiffenis. Nee. Het probleem is, ik wil jullie eigenlijk dolgraag vertellen wat er uit die eieren komt, want daar ben ik eigenlijk... Oh, even kijken. Lightscreen. Kan handig zijn voor competitief dubbelscreen of double battles of triple battles. Maar voor nu, ja, in singleplayer heeft het eigenlijk weinig nut. Oké, ik ga gewoon Pokémon Go aanzetten. Soms dan past nog wel eens de locatie. Dus die voetstappen die hij dan doet, die telt hij nog mee. Het is nog
120 meter die hij moet lopen. Dus als die eieren uitkomen, kan ik jullie toch via de livestream vertellen welke Pokémon dat het zijn. Dus dat zou toch wel leuk zijn. Dus we hebben toch nog een beetje Pokémon Go gebeuren. Jawel. Want Articuno is mijn favoriete bird. Water en ijs zijn twee van mijn favoriete types. Blauw is mijn favoriete kleur. Genoeg reden om team blauw te kiezen. Precies. Nee. Niet zo mild gaan aan zeg maar Robin. Zeg maar Robin, die moet gewoon echt op zijn vingers getikt worden. Ook al heeft hij een zware dag gehad. Wat was trouwens het eten gegaan? Oh ja, wat wil ik vertellen. Oké, okay, mooi. Jongen, die waaier, die werkt ook mee. Oh nee, 1 HP. Oh, single beam, dat is gevaarlijk voor Livion. Dat is een bug-type aanval. Livion, oh. Vergeet niet, Livion is een defensive wall, dus... Die moet het echt van defense hebben, van fysieke aanvallen. Zo even kijken, is er iets boeiends in de buurt? Een Rattata. Er zitten Magikarp, die zijn boeiend. Ja, ik had er ook een stuk of 6 vervangen van die Magikarp. Ja, jij wel! Bij een Magikarp, daar heb ik totaal geen geluk mee gehad. Ik heb geen geluk met Eevees. Ik ben er maar 2 tegengekomen. Eentje heb ik kunnen vangen. De andere heb ik een Raspberry gegeven. En 2 Great Balls opgegooid. En nog rende hij weg. Nou, ik zeg al, ik heb geen geluk met Eevees. Bij mij crasht de hele tijd de game. Goodbye, my friend. Nou, Sidra, bedankt voor je help. Smikkeltje, ik heb nog nooit Final Fantasy V gespeeld, dus sorry. Ik kan je helaas geen tips geven. Trial Moment, die zit ook nog niet in Pokémon Go. Het is tot nu toe alleen nog maar generatie 1. En Feebat is niet van generatie 1. Awww. Oh. Mijn mooi zoon. Smikkeltje. Maar Trial Moment. Er is wel een hele goede alternatief. Beter gezegd, hij is beter zelfs dan Vibes. Oh! Magikarp. Jongens, even één ding. Er is een theorie, ik weet niet of het werkt, maar heel veel die zeggen dat dit daadwerkelijk werkt. Om jouw Eevee in de juiste evolutie te laten komen, moet je hem even een nickname geven voordat je hem evolueert. Oh, dat is wat de gasten zeiden. Ja. Ja, Flareon, dat was Pyro. Dat is naar die 3 evolutietrainers. Ik zal het wel heel veel in de chat zetten. Dat is aardig. En Meertje bedankt trouwens. Ah, deze kennen we ook even helemaal leegzuigen. Nou, luister, ik zou zo elke gym kunnen domineren hier in de buurt of waar dan ook in de buurt als Umbreon in het spel zou zitten. Ja, dat is waar. Maar ja, laten we eerlijk wezen, het levelsysteem ben ik nog steeds niet mee eens hoe dat het eigenlijk werkt in Pokémon Go. Dat is een van de dingen waar ik echt nog steeds tegenaan kijk. Pokémon Go, fix it. Ik zal wel eventjes kijken, want volgens mij zijn bij mij in de buurt ook weer de gyms gedomineerd op eentje na. Yep, de gyms zijn gedomineerd op eentje na, dus ik ben nog steeds baas in één gym. Nou, oh, dat wil zeggen dat ik Jolteon weer terug heb. Mijn Fiver is weer terug, nice. Hey Snoopy, welcome back. Oké, nou in ieder geval, we komen niet echt gevaarlijke Pokémon tegen. Het lijkt hier wel één grote waterbende, laten we het zo maar zeggen. Maar we hebben hier weer nieuw gras volgens mij dat we hier weer kunnen vinden. Plus we hebben hier dus het water waar we naartoe moeten. Maar we kunnen hier weer even een paar random accounts tegenkomen. Misschien dat we nieuwe random accounts tegenkomen. Misschien dat we een evolutie tegen kunnen komen. Zou wel leuk zijn. Zou mijn dag in één keer heel goed maken. Misschien nog wel een wild Eevee. Gewoon Eevee zelf. Gewoon van, hey kerel, ik weet dat je hebt me niet kunnen vangen in een bos. Hier ben ik voor je. Weet wel, gewoon zoiets. Ik hoop het voor je. Al dat pijn en leed dat je net gehad. Ja, precies. Oh ja, hier komen we Gyarados tegen. Die hebben we ook inderdaad gevangen. Omdat het zo dik was bij Mount Moon, die grap. Is nog steeds hier in dezelfde locatie. Maar ja, aan de andere kant, ik kan me niet herinneren tot we Tentacool daar hadden gevonden. Dus laten we nog heel even kijken. Gewoon 3 random encounters nog even. Gyarados! A cool tent! Gyarados! Ja, we hebben toch al een Gyarados gevangen.
Zeep, ja, vang een Electabuzz en level hem tot 603 CP. Dan kun je makkelijk shiny Pokémon vangen. Dat is een glitch. Dat geloof ik niet. Ik heb nog steeds zelfs niet eens gehoord dat de shiny Pokémon in Pokémon Go zouden zitten. Er is nog niks over verteld namelijk. Ik heb tot nu toe geen, in ieder geval niet van betrouwbare bronnen, gezien dat er shiny in zit. Nee, ik ook niet. Want er zijn altijd wel heel veel geruchten, maar die geruchten... Zijn geruchten! Echt niks. Oftewel, als Leroy hier zou zitten, dan zouden we gewoon keihard zeggen, OBJECTION! Zie. Nou, dan zou je het nu, als het goed is, wel OBJECTION! Ja, oké, okay, vooruit. Dat is onze HM's leven, hè, dus... Daardoor heb ik een shiny Eevee. Proof or it didn't happen. Maak een foto van die shiny Eevee van je en stuur hem richting @ZeldaPlayer20 op Twitter of via de ZeldaPlayer20 Facebookpagina. Proof or didn't happen, punt. Precies. Dus bij deze drop ik nou ook de subject. En hey, we komen Gyarados ook echt daadwerkelijk in het water tegen. Zo. Nou, dat ja, de drie slechtste Eevee-trainers ooit. Ja, in de anime het zijn hele slechte Eevee-trainers, maar... Ik vind die grap die ze erin hebben gegooid, die gasten die wij dan volgen. Volgens mij iets met... ik weet niet meer precies hoe dat YouTuber heet, maar die maakt dan afleveringen van Pokésins. En oh, die zijn hilarisch. Yep. Ja. Dan krijg je elke keer die aflevering te zien en dan elke keer de ene die roept dan Vaporeon, de andere Flareon, de andere Jolteon en dan blijven ze maar roepen. En hij zegt dan echt, every bleeping time! Geniaal. Maar ja, ik heb dus nou ook extra upgrades voor mijn... Ja, wanneer dat ik bij events ga bijvoorbeeld, ik heb nou zo'n speakertje dan bij me dat ik echt muziek kan draaien van wat voor karakter dat ik ben. Dus in de zomerperiode moet ik zeggen dat Pokémon gewoon heel fijn is. Komen er ook weer random birdcodes in deze stream? Misschien, ligt eraan als we nou een evolutie tegen zouden komen of een Eevee, dan inderdaad wel. Maar op het moment dat we niks tegenkomen, dan heb ik zoiets van gewoon lekker streamen jongens. Vergeet niet, ik ben ook moe. Precies. I'm hunting for Vaporeon, I think it's in the grass. Maar ja, Vaporeon hebben we al. I'm hunting for an Umbreon, I hope it's in this grass. We verzinnen hier van alles. Nou, we hebben wel een Ion gevonden, maar het is een Finion. Je vergeet Magikarp? Hoezo, er is geen Magikarp? We hebben Magikarp nog niet ontmoet. Jammer genoeg. Oké, het is zet dat we Magikarp nog niet vinden, maar... Nee. Hopelijk komt hij nog wel een keer langs. Nou ja, ik denk gewoon dat trainer Red er 6 heeft. Ja, maar dan klopt het niet meer, want dan zou de rivaal... Dan zou Red eigenlijk gewoon dus Mumee moeten heten. Logica's. Nou ja, Red die praat niet. Die doet alleen maar puntje, puntje, puntje. Dus hij kan zich ook niet voorstellen als ik ben Mumee. Jawel, dat dus is de translation. Ja, alleen maar als speler te denken van, nou, hij heeft rode kleding aan, dus Red. Even één punt, wat ik hier eventjes wil zeggen. Ik denk dat je eigenlijk behoorlijk de Poliwag Poo zou schrikken op het moment dat je aan het vissen bent en je trekt in één keer een Venusaur uit het water. Ja. Ik denk dat je dan wel schrikt. Ja. Ja, ik hoop dat Red een Magikarp heeft. Dat hoop ik ook. Ah, Growlithe! Wat leuk! Oh. No! We gaan hem niet vangen, want we zijn nog steeds... Echt serieus, we komen nou zoveel routes tegen, er moet nou toch een Eevee of evolutie komen.
Oké, okay, we doen nog We doen nog 5 random encounters. Gewoon 5. Zien we wel wat er komt. Dit is 1. En het is een gezondheid, oftewel Sneasel! Ja, gezondheid. Ik hoop tot redden 4 best. Je hoeft nou niet zo te 4 best slijmen, want Leroy is nog niet eens in de call. Geluk. Want anders was hij een 4 best matchup item te winnen had. Nou, in ieder geval, we zitten al op Random Encounter 3. Hoe gaat het verder met de chat? Hebben we nog iets leuks te vertellen? Oh, kijk, een nieuw Pokémon. Krogunk. Hoe je hem ook uitscheldt. Ja. Ja, dat kan. Het is een eigen smaak, hè. Als jij van Fiebes houdt, dan mag. Ik heb vandaag heerlijk in de stad gegrilde Fiebes op. I didn't know that. Oh nee, mijn vader die had gegrilde Fiebes. Ik had gefrituurde Fiebes. Ah, lekker. Nou, gezellig, Crazy Gerrian. Leuk dat je even gezellig langskomt. Nou, in ieder geval, we hebben de 5 random encounters gehad, dus we gaan de powerplant in en dan krijgen we van paniek in de chocoladefabriek. Hoi. Een dief heeft ingebroken bij de powerplant. Wat moeten we doen? Volgens mij moest ik weer praten. Oh mijn god, ik ben boos. Waarom zou je dat jatten? Ik ben zo boos. Wat moet ik doen? Charge beam, bla. Meh. Jij wil een Dugtrio ruilen voor een Magneton. Leuk voor je. Oké, nou, volgens mij moeten we nou gewoon weg en dan gaat de telefoon. Ja? Telefoon. CPD, vraag je wat is er aan de hand van de Twilight Princess Let's Play? Ik zou zeggen, kijk eventjes naar de update video. Daar wordt genoeg in uitgelegd. Yep. Ja. Oké, nou in ieder geval, onze hulp wordt dus gevraagd. Dus we moeten nou terug richting Misty's Gym. Omdat daar dus de power generator of dingen te vinden is. Dit is ook weer even zo'n what the bleep momentje van Heart Gold Soul Silver. Dat je weet mijn eerste what the bleep momentje dat je de hele tijd op en neer moet gaan lopen in verband met... dat je dus de radiotouwen moet doen en dat de radiotouwen zo langdradig is en eigenlijk nergens op slaat. Dit is ook weer zo'n what the bleep momentje. We willen gewoon verder, zeur niet. Ja. Hallo Latias. Hallo. Random Latias, random. Nogal. Ja, sorry, normaal zou ik een hele uitleg erover gaan geven hoe dat komt en gewoon het live tegen je vertellen, maar ik ben moe. Ja. Ik ben ook helemaal uitgeteld van mijn tochie. Ja, ik zal trouwens eventjes, je weet het, proof or didn't happen. Ik hoop dat het een beetje te zien is, maar hier zie je dus het totaal aantal 14.000 met de Jolteon. 14.000 stappen. Nou, je ziet in ieder geval blurry 5 cijfers, dus ja. Ja, het nou, is echt... Snoopy, we zijn vandaag in de ja, nou is het te zien. 14.000, nou is het te zien. Heel goed, zelfs ik zie het nou in een wat klein schermpje dus. Mooi. Legendary count, I don't give a Jigglypuff Snorlax. Ik weet niet, zitten die in dezelfde actgroep? Echt veel stappen die je gemaakt hebt. Ik weet niet, zit Jigglypuff en Snorlax in dezelfde actgroep? Ik lach maar even suf als zo is. Het zou wel kunnen, ik weet het niet zeker. Ik zal wel even kijken. Nu af, trouwens, voor de grap, jongens, ik heb hier inderdaad ook nog steeds de badges dus. Want ik was vandaag dan uit een Pokémon outfit, dus ik heb de badges ook nog aan en alles. Grappig, ha! Bump! Oeps, het spijt mij. Je hebt geen pijn? Ik werk druk. Ik heb geen tijd om talking met jou. Not very good als ik gezien word door somebody. Snoopy, ja. Oh no, you have mij gezien already. I make grote fout. Hey you, vergeet you see me, oké? Okay? Jij niet mij zien, oké? Okay?
Doei! Doei doei, en go go! Ze zitten niet in dezelfde ek, groep. Ah, dat is jammer. Nou, vergeet ik eigenlijk constant waar dat nou precies eigenlijk dan die parts zitten. Dennis. Oh nee, je moet eerst die gast verslaan. Oh, zijn de servers alweer down? Die gast zat nou hierboven volgens mij dan. Ergens op de terugweg. Zat hij nou in een huis? Ik weet dat je die gast ergens moest verslaan, maar ik weet niet meer precies waar. Ik heb ook geen idee. Ai. Ja, dat is leuk voor je dowsing machine. Boeit me niet. Oh, waar zat die rocket grunt nou? Ik weet dat hij ergens zit. Die stiekem het. Nee, ik hoef geen foto. Nee! Ja, zit hij op de brug? Volgens mij op de brug. Ja, hier is hij. Hi! Gaat hij tussen die mensen in staan? Geniaal. Oh no! Hiding ik was, but you did found me in geen tijd. Me only from another city. Yes, no big business, okay? Think ik day. I stop the energy, you panic and niet gelukkig. Voor hier, mensen. Secret is mijn missie. So tell you, ik wil niet. But if ik win versus mij, Amman en mijn secret zal geheim blijven. Begrepen? Battle zullen we nu beginnen. We do. Dit is lastig praten zo. En dan heeft hij één Pokémon. Hoe sneu kun je zijn? Dat is de grap, Soepie. Ik ben niet gelukkig, want Pokémon Go heeft slechte server. Nou, ze zijn ook heel erg veel aangevallen helaas de laatste tijd. Mijn server die staat op het moment dat hij het wel doet. Dus... nee. Oké, weet je wat? We proberen gewoon een Gigadrain. Zo. En dan moeten we bedenken dat Leafeon's special attack echt waardeloos is. Ja, de enige die ik dus nog mis is Flareon. Oké, you will tell jouw geheim. Machine part gestolen bij me. Hide it in the gym van de Cerulean. Vlakbij inflatable tube. I put did it daar. Look at the gym for that. Maar vergeet me not. Beat you sure because Team Rocket. Ik kom van Johto, I will come. Alias, yes. They will neem wraak iedere seconde van de dag. ... Jij zegt wat? Team Rocket bye bye? A go go? Broken up zeg jij nu? Oh no! Should I do now? Wat willen ze nu van mij doen? Oké. My country. Ik thuis. Nu. Ja. Make Team Rocket zal ik doen. Tot ziens. So long. Gelukkig kom ik die vent niet meer tegen, dat is echt vermoeiend of zo. Ja. Oké, dus we moeten de part vinden vlakbij zo'n opblaasband. Wat leuk. En we hebben een black item. Volgens mij moest je in gold en zilver moest je ook echt daadwerkelijk het water in. Maar ja, ik heb hier nou zin om in dit water te vissen. Want... het is een water. En als ik me niet vergis, kun je hier vis vangen. Tenminste. Ik kan me natuurlijk nog gruwelijk vergissen. Het is 8:30 en ik heb nog geen avondeten gehad. Help me, please. Ik gooi wel een virtuele omelet naar je toe. Met virtuele spekjes. Ik heb net gegeten, dan maak je mij honger. Dan krijg ik wel honger van. Ik kan je voedsel sturen blijkbaar. Alsjeblieft. Yay! Zit daadwerkelijk een voedsel emoticon tussen?
Bicycle muziek die is heel awesome. Ik heb hem vandaag vaak gehoord. Want ik speelde hem op mijn radio. Hé, hey, je mag niet wegvallen. Die muziek moet even blijven. Ja? Die is leuk. Deze muziek die blijft echt super awesome, want je gaat dan super snel. Je zit op een fiets, weet je, dat gaat super snel. Smikkeltje. Smikkeltje? Smikkeltje? Oh, de bike shop die belt. Oh, hey, dit is de bike shop. Hey, kun je nagaan hoe weinig ik... Ik krijg nu pas een telefoontje van de bike shop tot ik de bike mag houden. Kun je nagaan hoe weinig dat ik op de bike heb gefietst? Wow. Die guide muziek, daar hebben wij ook nog heel veel grappen voor in petto. Ja. Vooral bij evenementen. Hem u mee? Sorry, wat zei je? Dat, de guide muziek. Oh, dat gaat leuk worden. Dat gaat heel leuk worden. Daar hebben wij echt nog heel veel geintjes voor. Yep. Vandaar dat ik die speaker dus ook heb. Oh, ik zie twee Caterpies. Jongens, ik ga heel eventjes hier een Caterpie vangen. Dat vind ik leuk. Dus geef me heel even een seconde. Hey. En jij houdt je mond. Olé! Oeh, een hele mooie curveball. Ik heb gisteren eigenlijk de hele tijd naar een goalbed zitten te staren. Doet me denken aan Zoep Batman. En dit is hoe je dus twee Pokémon spellen tegelijkertijd speelt. Precies. Zo. Oh, er is een Meowth zelfs in de buurt. Miauw, ogen dicht! Ah, oh, die kan ik heel slecht nadoen. Miauw, ogen dicht. Sorry, dat was echt heel slecht. Kom op, ik tap. Oh, Caterpie verdwijnt in één keer. Nou ja, dan pakken we toch een Rattata. Volgens mij liggen de servers weer uit, toch? Ja, de server ligt er weer uit. Ik kom er niet in. Oh, nou, ja, ik kan Rattata vangen. Het is toch weer 100 Stardust. 2. 3. En we hebben ondertussen TM57 dat Signal Beam is. Jee. Of Charge Beam, sorry. Nou, Rattata gelijk transferen. Maar wel even laten zien. Wat? Je vangst laten zien. Oh, ik heb al transfer gedrukt. Nou, weet je wat, ik doe er wel even bij deze Caterpie, mocht ik hem kunnen vangen dan. Ondertussen hebben we hier die tekst, die heading generator doet het weer, goed. Even een mooie curveball. Olé! Nice! Nice in de curveball. Oeh. 1. 2. En hij springt eruit. Ah. Hoeveel ballen heb ik eigenlijk nog, want ik heb geen pokestops kunnen halen, dus ik heb nog 15 greepballs. 14. Hij deed net een headbutt nou dat ik net gooide. Het is, dat is zo vervelend. Het is een freaking Caterpie, kom op! Ja. 2. 3. Yay! Dit is moeilijk om het zo te doen, maar we proberen het. Caterpie! Yay! Dubbel Pokémon spelen, waarom ook niet? Pokémonception. Oké, okay, nou zit er dus niks in de buurt, dus Volgens mij is de CP best wel hoog van die Caterpie. Ja, die was best hoog, maar ik heb al een boter vrij en ik heb geen zin om dat constant te blijven evolueren. Dus dat doe ik echt met me gewoon Pokémon die ik favoriet heb. Nou, dat vroeg ik vandaag de hele dag aan Robin, want ik had dus hetzelfde idee met Robin. Die had dus, ik weet niet hoeveel...
doet nog steeds pijn als ik erover. Zal ik het anders vertellen, om word jij boos? Ik word niet boos! Ik ben nog nooit boos geweest, verdorie reet! Nou ja, nu kom jij erin. Nu kom ik er helemaal niet meer in. Ja, ik ga er niet in, want ik moet net op de chat. Dude, serieus, dat is geen fulltime job hoor. Je kunt ook gewoon Pokémon Go dan tussendoor doen. Inderdaad, ik doe altijd als ik hier meedoe in de livestream 4 dingen tegelijkertijd. Ja, plus we hebben awesome kijkers, die zijn niet zo flauw. Inderdaad. Wie is eigenlijk mijn sterkste Pokémon? Oh nee, wat is de in algemeen? De Pokémon die jij het sterkste traint, dat is je sterkste Pokémon. Ja, en dat houdt meestal in dat het een Magikarp is bij mij. En bij mij is het 9 van 10 keer een evolutie of meerdere evoluties. En bij mij is 9 van 10 keer een Fire-type Pokémon. Mag ik jou nog even reminden op een battle die wij samen hebben gedaan? Touché. Nou, ik moet wel zeggen, Umbreon is wel één inderdaad van de sterkste evoluties die ik in mijn team heb. Velen die struikelen echt over Umbreon. Triangle Man, Lotad kan niet. Dat is generatie 3. En het is alleen nog maar generatie 1 die in Pokémon Go zit. Dag Bill! Hi Misty! Ah, why do you have to show up and be buggers right now? Do you know what they call people like you? Pests! You heard me! Pests! Bleh! Oh, those badges you have! Are they joke? Those jam badges? Liggen daar op tafel, stoftappen. If you have 8, you must be good! Okay, come to the sorority twin! I'll be happy to take you on! Serieus, ik heb jou al verslagen. Kijk hier, ik heb jou al verslagen. Dit is onzin. Ik heb jou al verslagen. Ik heb jouw badge hier al! Je hebt soep in je haar! Snol! Sorry. En dan denkt iedereen bij zichzelf van, oh, het is maar goed dat je Leafeon bij je heeft. Want Misty is namelijk een watertype terrainer. Randomizer, yay. Ik vind het wel leuk hoe dat het eigenlijk een splash geluid maakt op het moment dat je echt door water heen loopt. Nou, laten we naar het Pokémon Center gaan. En ik denk dat ik het Pokémon Gym Battle voor de volgende keer ga bewaren. Cliffhanger! Yay! Niet weer, jawel! Oh no! Jawel! Maar voor de mensen die op dit moment live zijn en bij de stream zijn, die hoeven nog maar iets van waarschijnlijk 2 minuten te wachten. Yeah, dus meer motivatie om bij een livestream aanwezig te zijn. Wil je een keertje aanwezig zijn bij een livestream in de beschrijving? Er staat een link voor Twitch. Ga er naartoe, klik op follow. En als het goed is, krijg je een notificatie wanneer dat we live gaan. Mocht je dat hebben ingesteld natuurlijk op Twitch. Heb je dat niet gedaan, is het wel handig dat je dat natuurlijk instelt. Voor de rest, ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie nog een hele fijne dag hebben. Vergeet niet het... ik ben heel erg laat met uploaden van Pokémon de laatste tijd. Dus nu de aankomende tijd wordt heel warm. Maar misschien dat we weer in een regenperiode... Ik weet het niet. Gewoon een hele fijne dag. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende video. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En vergeet niet te liken als je daar de tijd voor hebt. Vind ik ook wel leuk om die duimpjes omhoog te zien. Thanks. Doei! By the way, mijn belangrijke vraag. Waarom die pixel?